Ik ben Betty Schildman van de Lambels Club, ons kinderhim in Haarlem is dat. Wij spelen een oude Engelse sport. Dat is op een mat van 30 meter bij 4 meter. We hebben in Haarlem een outdoor green, dat zijn atrinkt aan elkaar. Daar wordt een bal gegooid, die is rond, van 1,5 kilo. Die is iets excentrisch afgeplat, noemen ze dat. Dat hij een curve maakt naar het eind van de mat. En dan gooi je naar een klein balletje te checken. Deze sport die kan zowel jeugd spelen tot aan een hele oude leeftijd. Ook mensen met een handicap kunnen het ook makkelijk doen. Dat geeft niet, maar dat klinkt wel heel interessant, uw sport. U bent op de sportfair aanwezig, de 29e, in het IJsstadion in Haarlem. Ja. En daar kunnen mensen zien wat de sport is. Ja, en het is, daarom zeg ik ook, we hebben 9 jeugdspelers. Maar ik zeg altijd, je moet daar jeugd hebben om de toekomst te hebben. Dus er zijn clubs, die dat wordt al steeds minder. Ja. Omdat ze promoten het niet. Maar dit is voor jeugd. Een hele leuke sport. We hebben ook een NK gehad voor de jeugdleden. 4 kinderen, samen 8 kinderen. Ja. En dat was een geweldige dag. Dus u hoopt dat op de 29e heel veel jeugd komt om zelf het spel te ervaren. Te ervaren en ook mensen en dus die reuma hebben. Die Het is dus veel breder. Het is een hele brede. De oudste is ook 91, die speelt nu nog. 91? Ja. En die speelt rustig een uur en een kwartier achter elkaar. Een balletje met. Ja. En dat doe je in verenigingsverband? Of kunnen mensen dat zo? We hebben een Randstad-toernooi op maandag en donderdag. Dus dat komt over heel Nederland, komen de mensen dan naar onze club toe. En die spelen 2 wedstrijden van 1,5 uur. Ja. Dus dat is heel. En dan hebben we gewoon de trainingsavond op maandag, woensdag, vrijdagavond. Woensdagmiddag voor de kinderen, zaterdagmiddag voor de kinderen. Van 2:30 tot 4:30. En het is heel leuk. En het is gewoon met bol spelen. Maar ook hebben we spelletjes voor ze speciaal uitgezet. Dus dat ze echt moeten proberen om de bal erin te krijgen. In een soort hamsterbak. En dat loopt rond met punten willen ze. Het is en wedstrijd leren en ook een spelletje voor de film. Dus de moeite waard om het naar het IJsstadion te komen om het te ervaren. Zeker weten. En vooral daarna te gaan doen. Ja.